Ja, lieve vrienden, we zijn bij oma Toon aanbeland. Ik noem hem oma Toon, vind ik wel zo leuk. Ja. Zeg maar gewoon Toon, hoor. Nee, ik zeg oma Toon, vind ik leuk. Ja, en hij is 83 jaar. En hij speelt nog zo'n apparaat. Ja, keyboard van Yamaha. Keyboard, synthesizer, hoe heet zoiets? Keyboard van Yamaha. Oké, dan. En hij is medelid van de groep 50-plussers. En dan 83 jaar. Ja, ja. Daar ben ik nu dus op bezoek. In het dorp Het Zand, dat is maar net hoe je het noemt. Op het bord staat Het. Ja, het is Het Zand. Het Zand. Dus ja, we gaan zo luisteren naar de geluiden wat oma Toon daaruit voort fabriceert. Maar hij moet hem even instellen, zegt hij. En hoe en wat, dat weet ik natuurlijk ook niet. Even mijn stok ervoor langs. Zo, we gaan er even bij staan. Dan laat ik dat ding even helemaal zien. Even schatje, want ik ben nog niet zo ver. Nee, maar ik laat dat ding even zien. Oh, dan kan ze hem zien, ja. Oh, snijpt hij die. Wat een mooi ding, joh. Ja, ja, nou, nu zit je hand ervoor. Dag, oma Toon. Hallo. Ik ben Toon. Hallo. Dus, nou, we wachten. 83 jaar. Ja, nou, dat zei ik al, 83. Ja, ik ja. Ja. Nou, en nou gaan en nog niet, en nog de keer een beest. Nou, nee, we gaan proberen te luisteren ja, en te huiveren, maar ik ga wel weer zitten. Ja. Dus, ja. Even kijken. Hij moet even kijken, zegt hij. Ja, ik moet even loeren, schatje. Ja, ik heb hem al. Je hoeft deze niet, dit zag ik, kijk die andere waar knop, hè? Ja. En dan kan ik voelen. Ja. Maar deze niet. Nee. Dit is allemaal aanraak, net zoals... Dit is wel moeilijk hoor, voor ja. Mij. Ja. Maar je kan het nog. Ja, ik heb dat alweer geleerd van die meisjes hier en zo. Ja, ja, ja. En mijn ja. Vriend, ik heb een grote vriend. Oh, daar komt het broodje. Nou, laat maar komen. Ja. Spelen. Nee, dat kan nou niet. Even wachten. We moeten even wachten, wordt er gezegd. Als de broodkar binnenkomt. Nou, boeren legt een kip in het water. Ja. Zou ik een nummertje spellen van André Hazes? Ja hoor. Ken je die? Nou, weet ik veel. Ik ken een heleboel, dus kom maar op. Oké. Wacht even hoor. Daar komt Miranda. Een best wijfje. Ik denk dat ik met haar van de klus ben. Dan moet deze natuurlijk even kijken. Vervoer. Onderkant. Ja, ja, ik ben aan het vloggen, denk erom. Hallo, meneer Brenner, wat wilt u eten van de broodkar? Wat kan ik wel geven? Ja, wat is er nog? Er is nog een krentenbol, er is nog, roggebrood. Er is nog ontbijtkoek, er is nog één jammetje. Doe nog een jammetje, één jammetje bij. Ja. En melk genoeg en hoe heet die ander? Brinta. Ik zet een nieuw pak ja. Bij meneer. Hoe ken je dan dat ik dan een ding nog heb? Een krentenbol. Je hebt gisteren opgegeten. Oh, ik weet hier. Een krentenbol? Ik denk dat u het vergeten bent. Dat kan. Ja, hij is lid van mijn groep, de 50-plussers. Kijk, dat doet hij goed. We hebben bijna 20.000 leden. Kijk, 50-plussers. Ja. Ja, en hij is 83 jaar. Ik heb nog ouder hoor. Ik heb ze ook van in de 90 al. Oh, kijk, toe maar. Ja. Dat is eigenlijk meer de 80-plussers groep. Nee, het is vanaf 50, ja, maar jongen niet. Je hebt een 80-plussers groep geloof ik. Heb je ook? Ja, is er ook. Nou, prettig. Oké, dank u. Doeg. Bjorn. Even kijken, schatten. Even kijken. Even voor elkaar. Deze. En dan gaat hij naar de kijk, ik denk dat hij goed zit. Kijken. Denken laat ik aan een paard over, die heeft een grote hoofd en anders aan een olifant. Ik geloof dat ik even wat ga doen. Wat ga je doen? Nou, geduld. Dit is een schone zaak, want ik tril te veel. Kijk, dat zijn naar achteren deze, dit. Oh, maar naar de wc. Nee hoor.
Sorry, lieve vrienden, maar het komt allemaal goed. Nee, dat gaat zo niet. Wacht even. Nou, valt niet eraf, kind. Nee hoor. Niks valt. Zo. Nou, het doet toch geluk hoor, dat hij goed komt. Ja. Hoi. Dat is harder, kijk waar die knop zit, voel ik. Zo, dat was even iets spel, hè? Dan gaan we beginnen, hoor. Want zij gelooft in mij, zij ziet hoe verval bij. Zij zag nooit, mag jij van mij niet vrij, ze weet. Dit gaat voorbij, mijn eigen lief, zodat iemand mij ontdekt en ziet. Voor een ieder wat soms geniet is een vertrouwd op mij. Gelooft in mijn eigen lief, kan wat in mijn leven zien. Voor ieder was ons geniet, ze vertrouwen mij. Geloof in mij, dus daarvoor. Ik ben weer blij met allemaal in de kroeg. Zo'n nacht ik bij de tijd nog genoeg, dat was alles wat ze vroeg. Ik zal wachten tot de tijd dat iedereen mij herkent. En tot zo zijn jij de vent. Op straat zullen ze zich in, als is niet bekend. Want zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst voor zal in pijn. Zij vraagt nooit, mag jij van mij niet vrij als ze weet. Dit gaat voor de bij, mijn eigen lief, zodat iemand mij nog dekt en ziet. Voor een ieder man soms geniet je te vertrouwen op mij. Hallo. Waarom ging jij weg
geloof me dan niet, zeg dat ik nog heb van jou. Die je mag opsturen naar mijn site, of kan dat niet? Als die online komt op YouTube, ja? Daarna kan ik hem op jouw tijdlijn zetten. Oké. Ja? Dan gaan we nou even swingen, goed? Ja, doe maar. Even kijken. Even denken, wacht even. ja, ik ben ook niet zo, ik ben ook maar amateur. Nou, ik ben gewoon thuis vandaag. Maar we gaan hier zingen. Luister even de vorige van mij af, ja. Want ome Toon die speelt zelf, hè? Die zingt. Ja, dat is goed. Ja, die is goed. Even kijken hoor, even denken. Halleluja, wat is warm. Thank you.
hold my wreath. In your arms I'm going to be. Wat ik zeggen wil is voor mij, want alleen is maar alleen. Loop met mij samen een sigaret, blijf je maar lekker leggen in je bed. Wat ik zeggen wil is voor mij, ben zo blij dat jij hier bij me bent. Ik was jarenlang vrijgesteld, ik zat alleen in een hotel. Wat ik wist, ik had het af om verliefd te zijn, dat moet ik zonder jou beginnen. Ik nou even niet applaudisseren, omdat ik dat ding vast heb. Maar als ik hem neerzet, valt hij even om, omdat ja. De poten niet goed staan. Maar geweldig om het toon. Ja, 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 ja. Lieve vrienden, ik hou gelijk weer even op met vloggen, want anders wordt de vlog te lang. Hè? Dan heb ik zo meteen een vlog van een uur. En dat vinden jullie weer niet goed. Dus ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, er is een tijd voor komen en er is een tijd voor gaan. Ja, ik ga weer op Den Helder aan en ik hoop dat ik het een beetje kan vinden. Ik zal wel een andere weg gaan nemen of zo, ik weet het niet. Maar dat komt allemaal wel goed. En ik heb het gezellig gehad. Hij was leuk aan het spelen. En daar zullen jullie van gaan genieten. Of hebben jullie dan al van genoten als ik dit dus zeg? Ik ga de reis weer beginnen. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden. En zoals ik al zei, we rijden weer anders. Ja! Ik heb net wat moois gezien. En ik hoop zo dat ik het jullie ook kan laten zien. En dat is namelijk de lucht. Er komt daar geen bewolking op zetten. En ik zelf vind dat een heel mooi gezicht. Ik zal het jullie ook proberen te laten zien. Ik zoom niet in daarbij, want dan wordt het wazig. Ja. Ik hoop zo dat jullie dat daar kunnen zien. Het is langs die hele lijn komt het opzetten. En dat vind ik heel mooi apart gezicht. Maar ja, wie ben ik, hè? Ja, ik vind het geweldig. We rijden nu dus langs het kanaal, want daar geen is achter die reling.
daar zie je hoog gras waaien. En daar ligt een kanaal achter. En dan heb je weer een dijkje waar ook gereden kan worden. Maar hoe je daar moet komen, weet ik niet. Maar dit lijkt mij makkelijker toe. Ik zal het zien of ik dit beter weet dan de heenweg. Dan nemen we de volgende keer deze weg. Ja, moet eerst zien waar ik uitkom. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, we zijn bijna thuis. Ja, ik probeer hem even om te draaien. Want dit is mijn kleine GoPro en ik hoop dat ik er een beetje op sta. Dan moet ik in de spiegel bekijken. Ja, ik sta erop. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, ik sluit het gelijk af. En ik kappel in één keer door naar huis. Want ik moest heel erg nodig naar de wc. Ik heb het niet opgewarmd. Ik heb onderweg mijn jasje alweer aangedaan. Ik heb koud, dus ja. Ik neem straks weer contact op met de handcamera. Dus zeg het tot strakjes. Hé, hey, we zijn weer thuis. Hè. Er is er eentje zo blij, hè.
Ja, je vrouwtje is gelukkig al naar de wc geweest. Dus nou tijd voor jou, hè. Ja, hè. Porte dikkie, hè. Vrouwtje zo neemt weg. Ja, en ik ben weer dus thuis. Zoals ik jullie beloofd had, ga ik gelijk weer contact met jullie opnemen. Ik ben blij dat ik er weer ben. En ja, hoe moet ik het zeggen? Warempel, hoeveel kilometer heb ik nog gereden? Het was zo ongeveer 16 tot 17 kilometer weg van mijn huisje. Dus zeg maar, ik houd even op 17. Dus 17 en 17. Dus 17 heen en 17 en terug. Reken maar uit. Die moeite ga ik nou niet nemen. Daar gaat de telefoon. En dat is Toon. Ja, ik ben net thuis. Ik ben even nog naar de wc geweest. En ik heb net de spullen uit de schuur gehaald. En mijn hondje aangehaald. En ik heb mijn camera in mijn handen. Want ik ben aan het vloggen. Dus ja. Even zeggen dat ik thuis was. En ik denk, dan bel ik jou op om te zeggen dat ik thuis ben. Wat ben je net voor? Ja, inderdaad. Ik leg je even neer. Ik moet even erbij gaan zitten. Want ik sta. En dat, ik ben bek af. Oké. Eventjes zo. En dan moet die tas even daar weg. Die zet ik op de grond neer. Die zet ik op de grond neer. Ruim ik zo wel op. Ja. Zo. Hehe. Godje, dikke doosje. Nee, ik ben al langs het kanaal gegaan. Makkelijker. Ja, is makkelijker. Inderdaad. Want ik reed dus bij jou weg. Dan kun je rechtdoor. Ja, ik reed bij jou dus weg. Ja. Ook over die gekke brug heen. Toen nog even een stukje weer rechtdoor en toch één keer gevraagd van waar moet ik heen om richting Den Helder. Ja, gewoon rechtdoor, dat vindt u zelf wel een bordje. En inderdaad, dat bordje waar ik op de heenweg naar jou zag op het laatste, stond Den Helder op. En die ben ik dus afgegaan en het was alsmaar rechtdoor het kanaal langs. Ja, met, wel de bochten meenemen. Ja, is veel malen makkelijker. Toen kwam ik ook nog langs dat gele pontje. Ja, waar je ook bekend staat. Ja. Ook bekend gezet worden. Ja, nou, daar durf ik dus niet op. Dat moet je niet. Nee, absoluut niet. Dus ja, ik ben thuis. Maar ik moest eerst naar de wc. Laat die vuil, hè? Hè, dat heb ik al gedaan. Nee, ik zeg, wat, jij zegt, ik ben thuis. Ik zeg, laat die vuil. Ik hoor je niet. Ja, zeker. En mijn hondje die was ook blij. Ja, dat is wel beter. Ja, maar ik zal even mijn vlog even afmaken. Even wachten. Ja, dan gaan we dus zeggen van toelidokies. Hé, hey, meisje. Of niet dan? Hé, hey, hallo vrouwtjes thuis hoor. Ik weet niet of je het weet. Nou, dan niet. Maar ja, in ieder geval het hondje was wel blij. Dus één blij, ben ik ook blij. Zo is dat. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot de volgende ronde. Doei, doei.